als preventie niet voldoende is eigenlijk. Dus ze zegt, ik hydrateer mijn huid, ik doe alles. Ik douche ook niet te lang, ik heb al alles geprobeerd, ik ben helemaal zen en toch nog last van eczeem. Wat kan je dan eigenlijk doen? Bij eczeem is het eigenlijk vooral, dat is wel de nuance dat dus gemaakt wordt bij eczeem en bij psoriasis. Bij eczeem gaan we eigenlijk vooral op die letsels werken. We gaan die eczeem, die opflakkering, die gaan we genezen. We gaan zorgen dat er zeker geen surinfectie komt, dus dat we ook niet die infectie gaan moeten bestrijden. En dan gaan we proberen die heropflakkering te voorkomen door gewoon die huidbarrière gezond en gehydrateerd te houden. Op die manier heb je ook veel minder last van jeuk, roodheid en dergelijke, en zou de levenskwaliteit dus ook veel beter verlopen. Nu, als je wilt weten welk eczeem dat het is, op zich, de behandelingen lopen heel vaak gelijk, maar als je toch wilt weten van, ben ik nu misschien toch allergisch aan iets, moet ik misschien echt een bepaalde component of een bepaald ingrediënt mijden, kan je bijvoorbeeld wel een patchtest laten uitvoeren. Dat is, de meeste mensen zullen dat wel kennen of al eens gezien hebben op tv, maar dat is een plakker waarin dat rondjes zitten, waarin dat gaatjes zitten, en die vullen ze met allerlei allergenen. Die plakken ze dan op de rug of op de bovenarm en die laten ze een paar dagen zitten. Na een 2-3 dagen ga je dan eigenlijk terug naar de dermatoloog en dan worden die daaraf gehaald en dan gaan ze kijken op welke componenten dat er hevig gereageerd is en een vermoeden is dat er toch een allergisch eczeem zou zijn. Nu weet wel, die patchtest die haalt dus enkel die allergenen eruit. Irritatieve stoffen kunnen daar ook uitgehaald worden, maar als je zit met een constitutief eczeem, wat een tongtwister, dan haal je dat er niet uit. Natuurlijk, door uitsluiting kan je wel zeggen van oké, er zijn geen andere factoren, dus hoogstwaarschijnlijk is het toch eerder met een erfelijke aanleg. Dan, wanneer de eczeem achterhaald is, dan kan gestart worden met de behandelingen zelf. Nu, de regel is eigenlijk, je start eerst zo lokaal mogelijk. Lokaal is weinig bijwerkingen. En dan op basis van de uitgebreidheid van de eczeem, zitten we met een acute opstoot of is het eerder een chronische verzorging, een milde jeuk die toch maar even blijft doorsijpelen. Is het een grote zone, een kleine zone? Hoe lang loopt de patiënt er al mee? Hoe hevig is de jeuk? Op basis daarvan wordt eigenlijk een matig, zwak of zeer sterk cortisone aangeraden. Nu, weet wel, cortisone, veel mensen denken, oei, cortisone, wat nu? Mag ik dat wel gebruiken? Het is nog altijd een lokaal gebruik. Mijd wel dat je dat op open wonden, dus opengekrabde letsels smeert, want dan op die manier kan je natuurlijk wel cortisone in het bloed terechtkomen en kan je wel meer bijwerkingen hebben. Een dosering van ongeveer 2 keer per dag, 2 weken lang, is volkomen veilig met cortisone. Als je deze dun genoeg smeert, dan is dat zeker geen probleem. Chronisch gebruik wordt dan weer eerder niet aangeraden, want dat gaat op termijn de huid dunner maken, waardoor dat als die dunner is, je natuurlijk ook meer uitdroging hebt en makkelijker last kan krijgen van eczeem zelf. Nu, gaat die cortisone niet voldoende werken, dan kan soms op orale medicatie overgeschakeld worden en die gaan eigenlijk specifiek op die ontstekingsreactie van die eczeem werken. Die ontstekingsreactie, dat is eigenlijk die medicatie zelf gaat het immuunsysteem afremmen, maar natuurlijk doordat die op jouw immuunsysteem inwerken, komen die ook wel met een resem aan bijwerkingen. Dus dat wordt altijd heel voorzichtig afgewogen naarmate de uitgebreidheid van de eczeem of dat orale medicatie hier wel de juiste therapie is voor jou. Nu, al deze therapieën, die worden sowieso altijd gevolgd en samengebruikt met een vochtinbrengende crème. Dus dat is eigenlijk een crème die dat je kan gebruiken heel de periode lang. Die dat ook lange termijn, die mag dik gesmeerd worden heel het jaar door. Die gaat eigenlijk de huidbarrière herstellen en die gaat zorgen dat die huid ook gehydrateerd blijft. Dat de cellen, dat die dichter op elkaar gepakt zitten, dat die een beschermlaagje van lipiden of van vetten eigenlijk hebben en dat je op die manier gaat voorkomen dat er toch meer opstoten gaan bovenkomen.
Bij psoriasis hebben we dan weer een step-up methode. Dus we starten eigenlijk heel lokaal met topische middelen voor milde psoriasis. Nu, zoals je wel ziet op de afbeelding eigenlijk, lopen de therapieën wel wat doorheen. Iemand met matige psoriasis kan ook starten met behandelingen die dat eigenlijk vooral voor milde psoriasis gebruikt worden. Maar zoals je ziet, enkel bij ernstige psoriasis worden die biologicals, waar dat Jan daar juist ook al over sprak, gebruikt. Bij milde psoriasis, tot matige psoriasis, start men echter met topische middelen. Dat zijn vaak cosmetica, dermocosmetica op basis van salicylzuur, die dat vooral die schilfering gaan tegengaan. Vroeger werd er ook wel eens geopteerd naar koolteer. Nu, dat is een beetje populariteit aan het verliezen. Waarom? We vermoeden vroeger dat dat jeukstillend zou werken, ontstekingsremmend zou werken en ze invloed zou hebben op de celdeling. Maar echt evidentiebewijzen vindt men hier niet voor. Het is echt een koolteer, dus het ruikt naar tankstation. Het ziet er ook zo uit. En het geeft ook vlekken op de kledij. Dus dit wordt minder en minder toch aangeraden door dermatologen en artsen. Welke middelen zijn er dan wel voorhanden? Dus de topische middelen, dat zijn de middelen met salicylzuur. Is dat niet voldoende, dan wordt eigenlijk klasse 1, 2 of 3 corticosteroïden aangeraden. En vaak, eigenlijk heel vaak bij ons, zien wij meestal dat een vitamine D-antagonist er ook aan wordt toegevoegd. De befaamde Dovobet of Enstilum. Dat is eigenlijk een combinatie van een cortisone samen met een vitamine D-antagonist. En die vitamine D, we denken altijd van een antagonist is iets dat uw vitamine D gaat tegenwerken. Dat lijkt heel raar, omdat we juist vitamine D nodig hebben. Maar de vitamine D werkt ook in op de celdeling. En die celdeling die is bij psoriasis wel te snel en te veel. Daarom dat men eigenlijk probeert van lokaal antivitamine D te gebruiken, waardoor dat die celdeling minder zou voorkomen. Nu, qua orale behandelingen, die worden pas overwogen nadat er behandeld wordt met lichttherapie. Die lichttherapie dat kan onder twee vormen zijn. Ofwel is dat UVB-therapie, waarbij dat je in een cabine moet gaan staan en je bestraald wordt met UVB. Maar dit kan ook bijvoorbeeld PUVA-therapie zijn. Nu, die P dat staat eigenlijk voor psoralene. Dat is eigenlijk een voorbehandeling met een medicijn genaamd de psoralene, die dat jouw huid gevoeliger maken voor zonlicht, UV-straling gedurende 8 uur. De UV-straling zou eigenlijk de ontstekingsreactie van de huid onderdrukken. Nu, omdat dat je huid ook gevoeliger maakt aan alle soorten licht, waaronder ook zonlicht, is het wel belangrijk dat je zeker na de behandeling en ook tijdens de behandeling, want dat is vaak heel intensief dat dat gedaan wordt, ook goed smeert met zonnebescherming. Want jouw huid heeft al zodanig veel UV gekregen dat het zonlicht de huid juist meer gaat irriteren. Soms wordt dan ook gekozen van bijvoorbeeld lokale behandeling met UV-therapie. En indien dit niet voldoende is, dan pas zal men eigenlijk overschakelen op orale therapie. Nu, wat zijn eigenlijk een paar voorbeelden van de orale therapie? Eén daarvan is bijvoorbeeld metotrexaat. Dat is ook gekend als ledertrexaat. Ledertrexaat, dat is eigenlijk, dat onderdrukt uw celdeling doordat dat gaat de omzetting van foliumzuur gaat tegenwerken. Foliumzuur is ook weer zo'n vitamine die dat sommige mensen nemen, maar die folie is ook heel belangrijk in de aanmaking van nucleïnezuren zoals DNA en RNA. Dus als je op die manier de celdeling gaat remmen, dan ga je ook de teveel celdeling die we bij psoriasis zien afremmen. Wat is een heel belangrijke bij methotrexaat? Die dosering is 1 maal per week. Dus dat is zeker geen dagelijkse dosering. Als dat op jouw etiketje staat, bel daar dan toch maar eens achter. Want een dagelijkse dosering heeft heel veel toxische bijwerkingen. Vaak worden meerdere tabletten 1 maal per week gegeven. Omdat dat natuurlijk interfereert met de omzetting van foliumzuur, wordt wel op de andere dagen, wanneer geen ledertrexaat wordt genomen, wordt dan op die dagen wel foliumzuur bijvoorbeeld bijgenomen om toch geen tekorten te krijgen of om de bijwerkingen van
een eventueel tekort aan foliumzuur te neutraliseren. Nu, cyclosporines, dat zijn eigenlijk de neoral sandimmuun. Dat werkt vooral in op de rijping van de T-lymfocyten. De T-lymfocyten, dat dient eigenlijk de specifieke afweer, dus de afweer met geheugen. En bij auto-immuunreacties is dat heel relevant, omdat vaak die reactie tegen onze specifieke eigen cellen vaak gericht is. Weet wel dat die cyclosporine, dat heeft ook heel veel bijwerkingen, waaronder dat dat heel schadelijk is voor de nieren. Vaak zien we ook dat dat de bloeddruk zou verhogen, dat dat ook het lipidebeeld, dus de vetten in het bloed gaat verhogen. Dus wel opletten geblazen. Mag ook zeker niet samengenomen worden met UV-therapie, omdat dat, dat is een absolute contra-indicatie eigenlijk, hè. En dan de retinoïde, dat is de neotigazon. Dat gaat eigenlijk vooral op de, dat is een vitamine A-zuur antagonist. En dat gaat eigenlijk op de deling van de epidermis. Dus vitamine A staat in voor de huidvernieuwing, voor de celvernieuwing. En dat gaat op die manier de deling van de opperhuid een beetje tegengaan. Nu, omdat dat ook tegengaat, krijgen we vaak bijwerkingen die daar ook wel mee in lijn liggen. Waaronder een droge huid, droge lippen, droge ogen. Vitamine, de retinoïden eigenlijk zijn trouwens ook heel schadelijk voor de lever. Dus opgelet met alcohol, met andere schadelijke geneesmiddelen voor de lever. Dus dat moet altijd voorzichtig opgesteld worden door jouw arts. Ga daar zeker niet te losjes mee om en bespreek die dingen, ook jouw andere medicatie, zeker met jouw arts. Nu, zelfs orale medicatie kan soms onvoldoende zijn en soms zijn er ook gewoon contra-indicaties. Wanneer dit het geval is, dan wordt op de biologicals overgeschakeld. De biologicals zijn eigenlijk natuurlijke eiwitten en die gaan in het proces, in het ontstekingsproces dat we zien bij psoriasis, op die specifieke ontstekingseiwitten eigenlijk tegenwerken. We hebben de anti-TNF, waarbij dat de TNF staat voor tumornecrosisfactor, en de IL, interleukine-inhibitoren. Dat zijn eigenlijk de twee categorieën die gebruikt worden bij psoriasis. Nu, interleukines, dat zijn eigenlijk stoffen die dat heel onderverdeeld zijn, want je hebt interleukines met allerlei verschillende nummers. Nu, voor psoriasis is het eigenlijk vooral interleukine 23, interleukine 12 en interleukine 17. De andere worden soms voor andere immuunstoornissen gebruikt. Afhankelijk van welk biological jouw arts met jou bekijkt of bespreekt, kan je dosering ook gaan van 1 keer per week of per 2 weken, tot zelfs maar 1 keer per 3 maand. Dus op dat vlak is dat voor de patiënt wel minder belastend dan elke dag meermaals de huid vol smeren, ook nog pillen nemen, elke dag. Dus het wordt wel vaak veroorzaakt. Is echt iets was dat heel moeilijk te behandelen was, dat moeilijk onder controle te krijgen was. Tegenwoordig, sinds die biologicals er zijn, zijn de meeste psoriasispatiënten heel goed onder controle, hebben die maar heel weinig opstoten niet meer. Dus dat beeld van die psoriasis, van echt die plaks, dat is toch wel aan het veranderen, dankzij de wetenschap, dankzij de biologicals die momenteel op de markt zijn. Enige nadeel aan die biologicals is, dat is natuurlijk ongelooflijk duur. En we krijgen ze alleen wanneer dat alle andere therapieën dus geprobeerd zijn geweest en gefaald of gewoon gecontra-indiceerd zijn. Dus als patiënt heb je vaak dat je wel de hele cyclus moet doorlopen voordat je natuurlijk op de biologicals gezet wordt door de specialist. Worden ook enkel trouwens door de specialist goedgekeurd en niet zomaar door de huisarts. Nu, die biologicals die onderdrukken ook jouw immuunsysteem. Moet je ook opletten met bijvoorbeeld levende vaccins. Er moet ook altijd voor opstart van die biologicals wordt vaak een getest of dat tuberculose nog, of dat je een actieve, evolutieve tuberculose hebt. Omdat die eigenlijk zou kunnen zorgen dat tuberculose eigenlijk verder evolueert. Dus bijwerkingen ook. Bepaalde kankers, je gaat dat ook altijd in de bijsluiter zien staan. Bij sommige biologicals moet dat echt wel heel goed in het oog gehouden worden, want dat kan daar wel bij voorkomen. Wees u daar dus ook bewust van.